Hi, ik ben Kito Rosheuvel. Ik ben geboren en getogen op Curaçao. Ik ben hier sinds kort, een maand geleden, begonnen met het inpakken van voedselpakketten. Ik heb het onwijs naar mijn zin hier. Ze zorgen goed voor ons. En wij proberen dus ook goed te zorgen voor de armeren hier op Curaçao. Ik ben Stijn Sjoerdsma, ik ben 18 jaar. Ik zit geboren en getogen hier op het eiland Curaçao. En vandaag helpen wij bij het voedselpakket en de voedselbank de armen. Ik ben pas begonnen hier bij de voedselbank en ja, ik vind het heel erg leuk en je voelt je ook wel heel goed, zeg maar. Dat je mensen helpt die het echt nodig hebben. En ja, in de toekomst zou ik best wel heel graag, weet je, elke woensdag of elke vrijdag doen ze dat hier. Voedselpakketten maken en mensen helpen. Dus ja, in de toekomst zie ik mezelf wel nog steeds verder helpen hier met het maken van voedselpakketten. Op een dag kunnen we ongeveer 1000 à 1500 pakketten vullen. Maar dat wordt dan verdeeld in twee verschillende groepen. Eentje die in de ochtend werkt en eentje die in de namiddag werkt of in de middag werkt. Dus ja, wij hebben wel gelukkig heel goed thuis. Dus we hebben wel eten op tafel, maar je komt er niet echt in aanraking mee. Maar je weet wel dat het speelt hier op het eiland. Maar nu gedurende de coronacrisis en de uitbraak kom je veel meer in aanraking. Dan zie je veel meer video's en komt het veel meer op de media. En dan zie je wel echt dat er een heel erg sprake is van armoede hier op het eiland. Een van de belangrijkste punten of producten die wij in een tas zetten, dat is meestal rijst, flour, natuurlijk ook zeepsop, dat soort producten. Want dat is natuurlijk ook belangrijk om een beetje lekker te ruiken. Daarnaast hebben we ook nog eens canned meat, wat wat langer goed blijft, zodat mensen dat nog kunnen uitsparen voor later als het echt nodig is. Wat er vooraf aan gebeurt en natuurlijk als wij een pakket leveren, dat ze ook merken dat wij voor hun kunnen zorgen en dat wij er voor hun zijn. Dat is hetgene wat mij het meeste, dat het meeste impact op mij heeft. De coronacrisis natuurlijk over de hele wereld is dat niet een makkelijke kwestie. Dit gaat natuurlijk nog heel lang duren voordat het echt voorbij is. Op Curaçao gaat het denk ik nog moeilijker. Maar we kunnen natuurlijk solidair zijn. Iedereen even een steentje bijdragen. Iedereen niet denken aan zichzelf, maar natuurlijk ook denken aan de medemens. Want iedereen die heeft het natuurlijk moeilijk. Nou, als eerste hebben we hier een hele grote economische crisis die er aan gaat komen. En die ja, nog steeds gaat spelen in de toekomst. Dus dat gaat nog heel lang duren voor herstel. Maar met mensen die het echt, die het wel kunnen, die kunnen ja, zo goed mogelijk doneren. En met verschillende initiatieven zoals Jan Dino die het laatst heeft gedaan. En verschillende mensen vanuit Nederland en vanuit andere landen die ja, eigenlijk hier ook in aanraking komen met de armoede en dit ook zien. Die kunnen dan ook helpen en ja, het gaat om gewoon mensen hun initiatieven doneren. En ja, eigenlijk zoveel mogelijk mensen laten zien dat er hier sprake is van armoede, ook op de andere eilanden. En dat mensen gewoon ja, blijven doneren, initiatieven en ja, blijven helpen. Wat jongeren natuurlijk kunnen doen is, ze kunnen natuurlijk aan hun moeders vragen, van hun ouders vragen of dat ze kunnen doneren. Ze kunnen daar zelf ook dingetjes organiseren om wat geld op te zamelen, om natuurlijk ook te steunen aan de voedselbank. Je kan allerlei dingen verzinnen om gewoon geld te verzamelen voor dit soort organisaties.